Ja, haben alle getankt. En het hinderen bij jou bij ons? Nee, nee, daarom druk, ja, sure. Maar dat mag niet, hè? Ga de gemiddelde elk weekend in. Ja, en we beginnen met de Peske. Ja. Tot en met eind oktober. En dan winnen wij ze in oliebal. Ja? Stem in Dokkum, ja. Met oliebal dan. Ja, dan moet wat binnenkomen, hè? Ja. 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 Een week in de 15 kwam voor school al. En ben ik weekends ben ik begonnen met de zweef. Ben ik nog een hier dien. Toen had ik nog een paar hier bij de badsouder dien. En toen ben ik maar een leedzoekerspensie van mezelf begonnen. En die had ik nog en dan zeg ik bij mij hier, ja. Denk ik. Ja? Ja, dat is wel mooi werk, hè? Ja. Zoekerspensie. Maar ja, daar kan je alleen net van leven. Dus er kwam steeds meer spul bij. Zittende, de griepers. Draaimoen had de zon dan. De dochter had zweef. En ik had nog een oliebal in. Ja, als liedsfamke weet ik net anders dan dat wie altijd op reis wie. Nou ja, op een gegeven moment naar Squalleta en dan ging ik ook in het waard naar de Squalleta of de riedende Squalleka aan bij. Ik ga wel op een verse Squalle zitten in Vinwarden, waar wij toen wennen. Dat is dan de Wintersqualle. Maar ja, als wij op reis waren, dan ging ik ook al en ergens naar Squalle. Ja. En hoe is dat dan? Ja, apart. Hier is op elk dorp hier vriendinnetjes en na een week wie is het fjord. Zij had het nou ook een beetje. Ze gaat naar Squalle en nou ja, ze zit dan in de markt op Squalle. En ze gaat gewoon, ja, ze gaat ook gewoon op de rinde Squalle. Wie vroeger van ooit. Ja? Ja. Volle gezelliger. Ten alle graden niet onder elkaar. En vroeger dan, als je dan jong sticht wie een. Dan gingen we bij elkaar zitten, ja, het mooie waar we bij elkaar in de woon mee zitten, even wat drinken. Nou, dan vindt er nog wat van die harde merken die het zo'n eindsement bespelen. En dan nou, vind ik gezellig. Maar het is geen burger, nee. Het is net volle meer om. Ik kom maar even staan te tanken met de bus of met het vrachtwagentje. Dan ben ik ook klaar mee. Dat is al heel hartstikke nieuw. Pacht heel veel steeds die ouder. Dit soort dorpjes hoe je niks te betalen. En dan ben ik blij dat je komt. Maar is het nog een beetje leuk? Jawel, een beetje wel. Ja, een beetje wel. Nee, ik ben zoon 56 geworden. En dan ben je ook mijn zoon 40, dus dat is nog steeds goed. Ze wordt er al in praat heen gekomen. Hoe lang ben je bij de kermis dan? Nou, zij is begonnen met mijn man toen met de eerste zoekerspin. Dus ze had de eerste 15 jaar had ze hem versleten. En toen mocht ik. Ja. Ja, want je bent zusjes? Ja. Wij zijn zusters, ja. Ik ben de oudste. Ik heb 15 jaar een relatie met mijn ex-zoon, met haar man. Maar ja. En daar ben je nog wel gewoon bij? Ja. Ja, we hebben wel een goede verstandhouding. We blauwen allebei dus zo gek als een door. Dus. Ja, ja. We kunnen nog maar elk wandel goed opzitten. Dus. Nee, ik neem het net over van die zijt. Nee. Ik ben nu ook bezig om weer om de Squalle te gaan. Ik kon de zware gaan. Dus, Ja. En waarom? Wat is de. Nou ja, okay. Omdat ik geen toekomst meer in de kermis joh. Nee, ik had 2 ben en die gun je toch wel wat oors dan dit. Klinkt al hier heel negatief, maar. Ja. Het is nog wel. Hij leuk. Is de orenkant, ja? Hij vindt kermis helemaal geweldig. En, ik wil nog wel even terug. Wat voor mij dus weer. Ja. Omdat ik hier van in een hartstilstand door had. En ik ben blij dat ik er nog ben. En ik kan nog een helpen, maar de kracht is eruit.
Daar krijg ik gewoon voor. Ja. Dus, nou ja, dan weet je wel wat de dokter zei. Ze rustig om, meneer, even daar voor het gonnen. Dan ben je dan net bij hoe de drempel van het ziekenhuis op de telefoon komt. Hè? Of daar hebben we wat, of daar is we wat. Ja. Nee. Nee, dat... Maar hoe lang was dat nog terug? We hadden shit in de keer. En wat dat is een van de zwaarste dingen die erbij zit. En dan gewoon met de zoekers ben en even wat terugdraaien in deze grieperkes. En even wat meer op de band passen en even de zon helpen met hoerrieden. Dat soort dingen.